Streekomroep Rijndonk opende vorig weekend haar deuren voor iedereen die nieuwsgierig is naar hoe alle uitzendingen gemaakt worden. Ook werd uitleg gegeven over alle techniek die bij een omroep komt kijken. Heel hartelijk welkom bij de open dag van Streekomroep Rijndonk. Vandaag laten wij de vrijwilligers van de televisieafdeling, net als hun collega's van radio, internet, kabelkrant en teletext zien wat ze allemaal in huis hebben. Streekomroep Rijndonk is de lokale omroep van gemeente Horst aan de Maas en is dagelijks bij zo'n 18.000 huishoudens te horen en te bekijken. Bedankt voor het komen en tot de volgende keer. Bezoekers konden live meekijken met een uitzending van het radioprogramma Wekker Radio. Achter de schermen bij de televisie zagen ze hoe uitzendingen van bijvoorbeeld Focus tot stand komen. Enkele jonge bezoekers oefenden alvast met de autocue. Ook gaven de vrijwilligers van de omroep uitleg over de kabelkrant en de techniek. Bedankt voor het komen en tot de volgende keer.